puberende bejaarden wordt mede mogelijk gemaakt door Tele 2. Omdat het kan. Deze aflevering in puberende bejaarden. Bingo! Ik heb bingo. Gijsje liegt. Hou het goed vast, help mekaar. Ik zijn weer wild hoor. Wat water. Water. Giel, Thomas en Stefan gaan al even mee. De tijd is aangekomen dat ze onherkenbaar hun bucketlist gaan afwerken. Stuk TV presenteert puberende bejaarden. De opa's zijn weer vroeg uit de veren en vermaken zich opperbest met een potje kaarten. Oké, dat is een boer en dan mag je bepalen wat het wordt. Dat een schoppen 3. Nee, schoppen wordt het dan. Schoppen. Ja, kaart echt nooit, hè. Die moet je erop leggen. Jij is scheet gelaten. Ik heb helemaal geen scheet gelaten. Je fuck, man. Je ruikt die buiten. Dat? Mooi. Wat stinkt het hier, hè? Ja, nou, precies. Jongens, ik zat een beetje na te denken. We zijn nu al een tijdje vermomd als bejaarden. Ja. Maar we hebben nog eigenlijk niks gedaan met echte bejaarden. En aangezien wij echte bejaarden proberen te spelen, vind ik dat we eigenlijk iets moeten doen met echte bejaarden. En daarnaast, mijn bucketlist vandaag is dat ik een wereldrecord wil hebben. Een wereldrecord? Ja, een wereldrecord. Met z'n drieën vallen we toch veel te erg op. Snap ik. Maar voor dit wereldrecord hebben we echte bejaarden nodig. Zodat wij minder opvallen. Ah. Maar dan moeten we ook een beetje media-aandacht creëren. Oh, jongens. Voordat we de Nederlandse nationale televisie voor de gek gaan houden, moeten we eerst een beetje ons inleven als echte bejaarden, hoor. Bingo. Bingo. Bingo? Bingo. Bingo. Bingo, ah, bingo. Spelen. Bingo! Oh, bingo! Ja! Ruim jij even het tuinzetje op. Ruim jij lekker het tuinzetje op? Ja, ruim lekker het tuinzetje op? Bingo, kom, we gaan. Bingo. We kunnen. De opa's zijn weer onderweg. En dan kan een echt potje bingo natuurlijk niet ontbreken als activiteit. Oké, dus als ik het goed heb, gaan we dus bingo spelen. Bingo spelen. Is wel een klein bucketlist ding daar, toch? Ja, zeker. Bingo, maar dan hoef je er toch niet zo belachelijk uit te zien. Ja. Dat kan gewoon als normaal persoon. Nee, maar ik wil nog een beetje lopen klooien. Yo. Laten we gewoon proberen niet al te veel op te vallen, oké? Okay? Voelen als bejaarde, ervaren hoe het is om bingo te spelen met bejaarden. Amen. Bingo! Gast. Zijn we er al? Nee. Zijn we er al? Bijna. Ik moet plassen. Jezus, jongens. Jullie zijn geen kleine kinderen. Hij is normaal, vriend, mijn bestek. Gaat het goed daar? Rij nou eens normaal, man. Moet gewoon weer. Ik rij normaal. Ik heb het net gesorteerd. Ja, doe het even rustig. Ik ga de bingo iets leuker maken. Ik heb een heupfles en ik heb een flesje jenever. Oh, lekker. Dus ik vermaak hem wel, jongens. Oh, fuck. Nou. Wat is er aan de hand? Niks. Na een wat chaotische rit zijn de oudjes gelukkig zonder botbreuken bij hun bestemming aangekomen. Hey Frans, heb je er zin in? Zeker. Oké, wacht even jongens. Goed, we gaan zo meteen bingo spelen. Ja. Heel eventjes. Ik heb een... Heel later gaat het. Ja, ik heb een cameraman geregeld, die kan binnen filmen. We hebben hun overtuigd dat wij drieën een programma aan het maken zijn door Nederland. En dat we graag leuke dingen willen doen. Dus we hebben toestemming dat we mogen filmen. Alleen niemand weet dat wij jong zijn. Dus Oké. Dus we moeten wel echt oud spelen, hè jongens. Bingo! Jongens, wacht op mij. Ja, doorlopen. Ja, doorlopen. Ouwe. Is het hier? Ja, ik denk het. Hier, jongens. Hier, nou, dit is wel een bejaardentehuis, jongens. Ja, het ziet er gezellig uit. Oké, Giel en Thomas zijn nu naar binnen. Ik wacht nog heel even, want als we met z'n drieën naar binnen gaan, vallen we sowieso heel erg op. Maar iedereen zit volgens mij al binnen, klaar voor de bingo. We doen het gewoon omdat het kan. Juist, Frans. Goedemiddag. Goedemiddag, kijk eens, alsjeblieft. Dankjewel. En een plankje. En een plankje. Gezellig, leuk. Mag ik naast je komen zitten? Nou, als je rustig bent wel. Ik ben hartstikke rustig. Mag ik hier zitten? Ja hoor. Met je vrienden van elkaar? Ja, oude vrienden. Waarom ga je niet als vrienden bij elkaar zitten? Nou, zo leuk is hij soms niet. En ook opa Frans stapt het gezellige clubje vol bingo fanaten binnen. Zit hier iemand? Nee. Gezellig. Gezellig, hè? Ja. Even een slokkie. Dat proost. Wat je ook een beetje om het leuk te maken. Dat is heel sterk hoor. Nee. Goed, de oudjes hebben hun positie ingenomen en na een korte speluitleg gaat de spannende bingo-strijd van start. Als we er klaar voor zijn, dan gaan we voor het bovenste rijtje. En we beginnen met I nummer 16. Hey, heb ik nu bingo? Nee. Oh. G58. G51. Ja. I20. Hoppakee. Helemaal goed. G47. Ja, de spanning is echt om te snijden vandaag. O62. Ja, je moet 61 hebben, schat. Ik heb 62. I27. Wel wakker blijven, opa Frans. Wakker. Ja, had je maar beter moeten opletten, hè. Voor je het weet heb je
Dat kan niet. Ja, nou komen ze. Zo snel? Ik ga het ook gewoon proberen. Ga jij? Ik ga het ook proberen. Je weet het, dan moet je zien, hè? Is dat zo? Ja, ik heb hem volgens mij ook. Als even kijken, ja. Goed, ik hoop het, ja, volgens mij wel. Vrouw, heb je bingo? Ik heb hem. Nee. 69 is dan niet geweest. Oh, Frans speelt vals. Frans heeft een valse bingo. Kijk, hier 69 staat er nog op. Oh, die hij is nog niet geweest. Hij is nog niet geweest. Je moet zingen. Ja, ik kan helemaal niet zingen. Ik dacht dat hij geweest was. Oh. Ja, moet ik zingen? We beginnen niet als zingen. Nee, oké, gelukkig, dankjewel. Vooral als jij gaat zingen, dan lopen de vrouwen hier weg. Ja, dat moeten we niet hebben. Nou. Ja, Frans, niet meer in slaap vallen dus. Hopelijk hebben de andere opa's meer geluk. Oké, gaan we weer even verder. B10. Ja, bingo! Bingo! Ik heb bingo. Gijsje liegt. Bingo! Hij is aan het liegen. Hij speelt vals. Jij ook. Ja, maar hij speelt ook vals. Deze is goed. Ja, bingo hè. Ik pak deze. Ah, ja. Gefeliciteerd, Gijs. Frans. Ja. Jij doet drinken bij je. Ja. Geef een drankje, slokje. Moet je al stil zijn? Ja. Hier. Dat zie je? Oh, oude snoepen. Ja, voorbereid hè. Nou, proost hè. Proost hè. Oh, lekker hoor. We doen nog een nummer. Even kijken hoe het eruit komt. Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft. En 43. Ja! Ja! Bingo! Ja. Helemaal geen van de bingo. Ik win nooit wat. Ik kom eraan. Dus het moet snel zijn. Ja. Huppatee. Nou is het goed hoor. Yes! Wat gaat het worden? Ik pak deze wel. Heerlijk. Lekker chocolade. Nee, die is van mij. Die is op aflijver. Die is van mij, ik heb die gewonnen. Aan alles komt een einde. Zo ook aan dit ouderwetse potje bingo. Hoe vonden jullie de bingo? Nou, hartstikke leuk. Gezellig. Ja? Gezellig. Wat als ik jullie vertel dat ik helemaal geen 80 ben? 90. Nee, jonger. Ik ben 29. Zit ik goed in mijn rol? Oké. Okay. Bent u erin getrapt? Ik ben erin getrapt. U bent erin getrapt, ja, hè? En kijk, dit zijn mijn vrienden. Ja, dat hadden we ook al begrepen. Maar deze zijn ook allemaal jonge gasten. U had niet verwacht dat wij nep waren, hè? Nee. Nee. Nee, we zijn er allemaal in getrapt. Ja, wat leuk. Missie geslaagd dus. De opa's nemen snel afscheid, want de bucketlist van Stefan staat op het programma. Oh, jongens. Bingo! Oh, nou, ik had wel bingo. Ik had ook bingo. Jij had geen bingo. Ha, jij had geen bingo. Maar jongens, ik heb eindelijk ervaren hoe het is om bingo te spelen met zo'n gezellig, leuk clubje. Ja, lekker je neven gedronken en op top. Zullen we lekker de camper in duiken, jongens? We gaan weer op... Ja, we kunnen door, hè? Ja, we moeten weer verder. Oké, dan gaan we dan! Hey! Hup, hup, beetje actie en tempo, want er staat een torenhoge uitdaging op jullie te wachten. Ik vond dit leuk. Het was helemaal top en we zijn volledig ingeblend met de bejaarden daar. Dus ik denk dat we klaar zijn voor het wereldrecord. Ja, maar wat voor wereldrecord heb je in gedachten? Wat wil je doen? Weet jullie wat een menselijke piramide is? Een piramide van mensen? Ja, ja, oké. Maar goed, er zijn wereldrecords die zijn daarvoor. Je hebt de hoogste, ja. Je hebt bijvoorbeeld de snelste, ja. Maar nog niet de oudste. Als wij 13 bejaarden regelen die allemaal 65 plus zijn, dan zitten wij in totaal van meer dan 1000 jaar oud. En hoe komen we dan aan die bejaarden? Die heb ik allemaal gefixt, allemaal figuranten, jongen. Komt helemaal goed. Kijk, dit is een human pyramid in Japan van 161 mensen. Wat vet. En ik denk dat dit exact is wat we moeten gaan doen. Ik denk niet dat het zo'n strak plan is als we dit met z'n drieën gaan doen. En dan vallen we door de mand heen waarschijnlijk. Dus ik ga even de binnenkant van mijn ogen bekijken. Even een middagdutje. En dan wens ik jullie heel veel succes, jongens. Zo, mijn nest in. Oh. Lig je? Ik lig. Welterusten. Goed, we staan hier nu in een heel mooi parkje. Ja. En hier achter ons in het parkje staan 13 65-plussers op ons te wachten. Zij zijn ervan op de hoogte dat we een wereldrecordpoging gaan doen. Zij weten alleen niet dat wij eigenlijk niet 65-plus zijn. Nee. Het is gewoon puur de bedoeling dat wij gaan opblenden in deze groep. En dan gaan we kijken hoe dat gaat. Ga jij maar alvast lopen, ik kom zo meteen wel. Oké, en hou het klein. Giel, vooral voor jou, houd het klein. Dus geen supermarkttaferelen alsjeblieft weer, oké? Opa Gijs, ik denk dat je op deze manier erg opvalt. Jammer. Frans en Gijs voegen zich apart van elkaar bij het groepje 65-plussers. Die door het hele land zijn opgeroepen om mee te doen. En omdat deze bucketlist er zo echt mogelijk uit moet zien, zit er ook een organisator in het complot. Nou ja, zoals je hier ziet, zitten eigenlijk alle mensen te wachten zodat we het in de menselijke piramide kunnen gaan doen. We hebben wat pamfletten opgehangen waarbij je kan zien hoe het eruit kan komen te zien. En hier hebben we eigenlijk het zeil waar het op kan plaatsvinden. En dan gaan we gewoon volhouden om 10 seconden lang stil te staan eigenlijk.
is heel kort en klein, maar we gaan er natuurlijk een heel groot iets van maken. Ja, en groots kan het zeker worden. Want er is al diverse media aanwezig voor jullie wereldrecord. Ontdekt worden kan dus fataal zijn. Oh, wat is dit fucking spannend, man. Ik hoop echt dat ik niet ontdekt word. Hallo. Hallo. Enia, hallo. Hoi. Welkom. Je mag lekker plaatsnemen bij de rest. Ja, helemaal goed. Hallo. Hallo. Dames en heren, fijn dat jullie allemaal zijn. We gaan vandaag proberen om een wereldrecordpoging neer te zetten. Human Pyramid, oftewel een menselijke piramide. Hebben jullie er zin in? Ja. Ik hoor je, hebben we er zin in? Ja. Kom, dan gaan we. Kom. Voordat we beginnen wil ik natuurlijk ook live gaan op Instagram. Vond ik wel leuk. Kunnen we dat hele internet leeg trekken? Ik heb namelijk toch unlimited data. Instagram live. Oh, lekker. Yo, we gaan beginnen. En na wat korte instructies wordt het dan eindelijk tijd om de oudste menselijke piramide op te gaan bouwen. Hou het goed vast, help elkaar. Mevrouw erbij. Ja. Hou elkaar goed bij de schouders vast. Ja. Je gaat er dan bovenop. Ik moet ook nog. Ja, hier mag er nog één. Gaat het allemaal nog goed? Even elkaar helpen. Zal ik anders deze doen? Maar die is denk ik zwaar. Deze? Ik weet niet of dit kan. Oh jee. Ja. Oké. Okay. Kan ik hierop? Gaat het voor u goed lukken? Ja? Oké, okay. Proberen het. Gaat het goed? Ja, het gaat. Dan heb ik de 12 boven. Gaat het goed? Misschien moet je even aan deze kant. Ja, zal ik even helpen? Ja, je moet helpen. Ja. 1, 2. Ja. Ja, ik sta. Ja. Ik denk niet dat er nog eentje bovenop moet, want anders gaat het helemaal fout. Ik tel af. 10. Oh, wacht even. Wacht. Kom op, opa Gijs. 7, even op je kunstgebied bijten. 5, 4, 3, 2, 1. Zo, jongens. Wat geweldig. Oh, mijn rug. We hebben sowieso een record, jongens. Fantastisch. Human. Een record in Volendam, daar is een menselijke piramide gemaakt. De oudste menselijke piramide ter wereld. De deelnemers zijn allemaal 65 jaar of ouder. Als je alle leeftijden bij elkaar optelt, is deze piramide meer dan 1000 jaar oud. Het record voor oudste menselijke piramide bestond nog niet. De deelnemers hebben dus automatisch een record te pakken. Hoe is het met je heupen? Nou, ik vond dit wel heel moeilijk, hoor. Maar moeilijk qua rol of moeilijk qua rol? Ja, ik zat onderop. Ik vond het vooral moeilijk qua kracht. Maar... Tik hem aan. Het is gelukt, hoor. Niemand heeft het doorgehad. Nee, dat is dan stop. Ja. Nou, kijk maar Tootje, jongens. Toontje. Zo. Koos. Oh. Koos! Koos! Thomas! Hallo, huppatee. Jongens. Hallo, jongens. Heb je lekker geslapen? Ja, ik heb even een lekker middagdutje gedaan. Lekker, maat. Ik heb ook even nagedacht over mijn bucketlist, hè, want ik heb natuurlijk even hier gelegen. Ja. Oh, en ik dacht, aangezien wij toch een beetje in de mediasfeer zitten, in de tv, hoe vet is het als ik gewoon te gast ben in een tv-programma? Maar niet als gast zeg maar, aan tafel, maar gewoon te gast in het publiek. Is wel spannend, hè? Je gaat dus tv-mensen proberen in de maling te nemen. Ja, dit is wel weer next level, jongens. Dat is wel echt in de hol van de leeuw. Oké, rijden. Waar, welke stad? Amsterdam. Amsterdam. Krassen die lolly. De oudjes rijden richting Amsterdam voor de bucketlist van Koos. Maar wat is nou eigenlijk zijn idee? Zo, ja. Ga je me nog uitleggen waarom we helemaal naar Amsterdam moeten? In Amsterdam heb je dat fantastische programma M. Talkshow M? Nee. NPO 1. Nee. Wil je daar naartoe? Daar ben ik ooit in mijn eentje te gast geweest. En toen kondigde die tut hola mij aan als... Hey, jullie knutselen toch video's op YouTube? Oh ja. M is een dagelijks praatprogramma. Dat wordt gepresenteerd door Margriet van der Linden. Thomas is in zijn jongere jaren wel eens te gast geweest. Maar heeft daar niet bepaald positieve herinneringen aan. Thomas, om met jou te beginnen. Jij bent een van de drie makers van het YouTube-kanaal Stuk TV. Ja. Dat is waarschijnlijk ook het lekkere eraan. Dat je gewoon met een paar mensen kan knutselen. Ja, knutselen. Er werken achter het scherm alleen maar mensen aan mee die ook bij tv hebben gewerkt. Dus het leek me wel mooi om daar in het publiek te gaan zitten en een beetje te gaan zitten knutselen. Maar dit is fantastisch. Als dat lukt, dan ben je een topper. Maar het lijkt me dus wel handig om dat in mijn eentje te doen, want het zijn natuurlijk allemaal televisiemensen. En als mensen het snel doorhebben, dan zijn die het wel. Ja, maar doe het in het begin heel rustig, hè? Ja, ik ga heel klein beginnen. Het komt goed. Mooi. Top. Maar het wordt wel echt heel spannend, boys. Opa Koos is gedropt bij de tv-studio's en loopt met zijn verborgen cameracrew naar de ingang. Gaat het groot of klein houden? Gaat het klein beginnen. Met een kleine escalatie. Dat is het idee. Even uit binnen studio. En wanneer opa Koos is gearriveerd in de wachtruimte, begint ook de spanning flink toe te slaan. Het is echt niet. Ik hoef één iemand iets door te hebben en ik val door de motor. Het moment van de waarheid is aangebroken.
tijd om onopgemerkt de studio binnen te treden en een mooi plekje te bemachtigen. Hier zo. Ja, dat is top. Dit is echt top. Mag ik u van harte welkom heten. Geef er alvast een groot applaus. Dit is echt top, hoor. Ik zit helemaal vol. Ja, dat is zeker een mooie plek, opa Koos. Je kan Margriet bijna aanraken. Heel even voor jullie. Jullie zitten vanavond achter Margriet. Zijn er speel in beeld? Twee dingen. Oeh, er lijkt iemand iets door te hebben bij opa Koos. Zijn ze door deze dame herkend? Ga dan lekker los. Het is weekend. Dat gevoel willen we hebben. Toi, toi. Poeh, gelukkig bleef het bij een kleine stoelendans. Spannend, hoor. Ja, super spannend. Echt wel je rol blijven. Ja. En na wat laatste instructies is het dan eindelijk tijd om live op primetime nationale televisie te verschijnen. Stijl iconen in het voetbal met een makkelijke... Oké, we gaan beginnen. Of een tattoo met... Ik zet weer beeld hoor. En dit is M. Start de show! Goedenavond. Goedenavond, welkom bij M. Het programma is begonnen. Tijd om wat, zoals Margriet het noemt, in elkaar te knutselen. Op die manier ook heel sterk in je schoenen staan. Koos! Zwaai even naar al je trouwe fans. Identiteit werkt, maar dat je ook het gevoel krijgt van je mag er zijn in die samenleving. We zijn niet gekomen om dit zeer inhoudelijke programma te volgen, Koos. Het wordt daarom hoog tijd om wat actie te gaan ondernemen. Dan krijg je een heel tof tijdsbeeld. Ja, Bart, de magie van het lijkt wel simpel. Dat betwijfel ik, Koos. Je keel klinkt namelijk nog droger dan die humor van je. Krijg je niet een beetje dorst van al het kuchen? Water. Water. Kom maar. Ja. Alsjeblieft. Ietsje water. Ja. We gaan even een stukje kijken en dat is het nummer Dark Ballet. Iets meer water hebben of is oké. Dat was wel even spannend. Maar gelukkig kan je nu wel in alle rust even je water opdrinken. Door al dat gestuntel heb je niet alleen de aandacht van Margriet, de tafelgasten en het publiek getrokken, maar ook Twitter stroomde helemaal vol met tweets door je actie. Lekker bezig hoor. Dit was hem, een leuke avond. Maandag, een nieuwe! Goed gedaan, Koos. Je bucketlist heb je dubbel en dwars voltooid. En daarnaast heeft niemand je doorgehad. Nou, ik sta buiten, het is gelukt. Het was ongelooflijk spannend. Al die mensen zijn gewoon zo op je gefocust. Al die camera's kunnen zo ver inzoomen, ze kunnen alles zien. Daarna liet ik nog die mok vallen. Ik heb nog gezwaaid naar de mensen thuis. Ik ben heel benieuwd wat de andere boys ervan vinden. Jongens. Onze held! Wat een top, Tommy! Dank je hebt het zo fucking goed gedaan, ja, dit was zo spannend, jongens. Kom, we gaan weer door, jongens. Lekker knutselen bij hem. En de groetjes aan hem, hè? Hey. Kom op, jongens. We gaan weer door. Oh, we gaan weer door. Volgende reisje. Au, mijn ass. Godverdomme. Heb je nou een opa of oma met iets heel leuks op hun bucketlist en wil je helpen om die droom uit te laten komen? Maak dan even een hilarisch filmpje met jouw opa of oma en stuur die alsjeblieft naar ons op. En het mooie is jongens, van alle inzendingen kiezen wij één droom die we laten uitkomen. Dus hup, insturen die filmpjes. Filmpjes! En dit zie je de volgende keer in Puberende Bejaarden. Laten we nog even helemaal losgaan, dames. Grapje. Huppakee, klaar ermee. Volg onze opa's ook op Instagram. Gewoon, omdat het kan. Hey! Hey! Zijn jullie er ook? Alles goed! Auw, mijn hoofd, mijn hart. Jongen. Schiet nou eens op, joh. Oh, grapje, kom. Frans! Ah, is Frans. Ja, ik ben even aan het pissen. Ben je klaar? Ja. Er zit een halte. Hallo? Moet ik hier eruit? Nog niet. Misschien de volgende. Puberende Bejaarden werd mede mogelijk gemaakt door Tele 2. Omdat het kan.